Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag neem ik voor jullie een favoriete video op, want het is begin april. En vandaag wil ik jullie mijn favorieten van de maand maart delen. Ik heb twee lifestyle favorieten en één beauty favoriet. We gaan beginnen met de grootste favoriet van de maand maart en dat is namelijk Blogger. Blogger is uitgekomen op 12 maart en ik ben echt super trots op mij en mijn team van wat ze ervan gemaakt hebben, want het is echt super leuk. En als je het nog niet hebt gelezen, moet je het echt nu gaan lezen. Linkje net zoals altijd hieronder. Ik ben echt heel blij ermee en ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Mocht jullie nog een achter de schermen willen zien van Blogger, dan heb ik er daar ook een video van gemaakt. Een soort super grote vlog die op Girlwine staat. En ik ga hem ook even hieronder linken. Mijn beauty favoriet van de maand is deze Knipe Body Creme in de geur Patchouli en Chia Butter. Ik gebruik hem sinds een paar dagen elke dag. Ik kreeg hem toegestuurd van Knipe voor de editie voor de blogger, maart 2018. En ik ben echt helemaal verzot erop. Sowieso komt er nog een deftige review van online op Girlwine. En mijn laatste favoriet is mijn tripje naar Varna. Varna ligt in Bulgarije en was echt een super mooie stad. Zeker een grote aanrader tijdens de zomer, want het ligt tegen de zee. Het ligt tegen de... Welke zee eigenlijk? Geen idee. Het ligt ook bij de houtkust. Echt een populaire vakantie. En het is echt super goedkoop om er naartoe te gaan reizen. Echt super goedkoop om er naartoe te reizen. Kan ik je zeggen bij welke zee dat al ligt als Google Maps mij dat geeft? Bij de Zwarte Zee. Echt heel erg leuk. Het is wel eventjes vliegen. Het ligt net onder Roemenië en boven Istanbul en Griekenland. En het is echt een heel erg mooie stad. In Bulgarije. Veel te doen, maar ook niet zo heel veel. Het is zeker niet toeristisch, toch niet Varna. De houtkust waarschijnlijk wel, maar Varna niet. En je hebt een superleuk strand en van alles. Echt heel erg leuk om te verblijven. En doordat het bij de zee is, is het echt ideaal tijdens de zomer. Dat waren mijn favorieten alweer, want we zijn de derde maand geweest. Dus mijn drie favorieten deze maand. Er komt elke keer meer. Echt leuk. Ik heb wel een paar dingen opgemaakt. Toevallig eigenlijk ook net drie dingen. Deze deel. Dit is de Nivea Pocket deel. Pearl and Beauty. 48 uur. Hier is eigenlijk een super trieste verhaal aan verbonden. Hij zat in mijn valies en in mijn boekentas op reis naar Varna. En op dat moment dat ik hem meenam, zat hij eigenlijk nog bijna helemaal vol. Maar hij is onderweg volledig leeggespoten. Of gelekt eigenlijk. Geen idee of dat mijn schuld is. Want je hebt wel een secure knop die ik eigenlijk niet heb gebruikt. Maar dan nog vind ik het super jammer eigenlijk dat ik hem bijna niet heb kunnen gebruiken en dat hij gewoon volledig leeg is gelekt. Afgelopen maand gebruikte ik ook dit Holler & Glow maskertje. Dit is een Primark sheet mask en was echt super fijn om te gebruiken. In tegenstelling tot de andere sheet masks van Primark had deze ook niet te veel water in zich. En dat is echt heel erg fijn. Ik heb nog een sheet mask gebruikt. Deze zagen jullie al in mijn mask time. Dit is het Charmander sheet mask. Rook echt super leuk. Maar ik ben heel,
heel, heel teleurgesteld over dit masker. Omdat ik echt verwacht dat een Charmander vorm ging zijn of zoiets. Of een Charmander gezichtje. Het was eigenlijk gewoon een wet sheet masker. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar de geur was echt heerlijk getrokken naar grapefruit. Dat vind ik dit eigenlijk veel leuker. Omdat je dan echt die vorm hebt. Zo, dit was het dan voor mijn favorieten van deze maand. Vergeet je niet te abonneren als je meer video's wil zien. Lees een blogger en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!